Dag luisteraar. Vandaag, 18 februari 2018, is het precies een jaar geleden dat de bekende Veendammer, Grunniger, Nederlander, Henk Nienhuis overleden is. Of zoals we ook wel zeggen, u tiet komen is. Mijn nieuwe verhaalheid, Mr. Veendam. Klein van stuk, de man van voetbalshirtje opstruipt, zo zei ik hem vanoemd het veld in run. Een baalofpakker, eine met kiek op het spul en met twee poort open. Hij streut met afmeten voorzetten. Hij geeft nooit op, rapt en bandiest tegen zijn metspeelders. Hij voedt het ze verrut. Boerenzeun van Nijbuten, brandlamme. Vat vol goldelijkse emoties. Op punt staarde om het glanzend hemd droom ze gewoon van Jong Oranje. Eine van ons Veendam, het lelijk eentje van het betoonde voetbal in Nederland. Zal wazen door grote heugden. Maar den schoffelt het noodlot om finool onderuit. Het knapt me in de kap. Het hart scheurt me uit een kamer in de pogel. Ik hoor om het uitschrijven van Piene op de lusse grassoorn. Ik kan wel grien. Kregel en dapper voetballen loopt er weer. Hij zal zijn verben van 14 nooit weer horen. Maar voor Veendam bleef Henk een slim, waardevolle speelder. In zijn loopbanen als trainer gaat het hem niet altijd voor de wind. Maar als voorzitter Renze de Vries van Grun een rol van betekenis spelen wil in de voetbalderij en het geld de rion rondlet om topspeelders en aankomende talenten door het Oosterpark zou te houden, dan verwelkomt Mr. Veendam de afdankende jongens uit de stad met open arms. Sikkom een compleet inspeeld elftal vindt zijn pad door de lange leegte. Voor het eerst in de geschiedenis van het betoonde voetbal mocht Veendam promotie met naar de anderhoogste afdalen, de Eredivisie. Wel haar ooit maar droom kent dat onze geelzware knarriepieten het zo wiet schoppen zullen. Geen staveling toch? Heulenpaak staat gaat uit zijn dak. Veendam vindt aansloen. Veendam wordt in het westen van het land nooit meer met minachting bekeken. Vol ontzag wordt over onze jongens proord. Nou heurt wie er eindelijk halmobi. Trots gewoon wie geen aarde meer u de wegen. Mr. Veendam zulf gruit. Onder zien aanvoeren hem wie dit kunstje toch maar flikt. Aan kade, zijn hand als een trechter voor de mond, vloog Mr. een goal van de bijgolf om zijn speelders aanwijzen stout te beugen. Zwiegzoom van respect kikt het volle stadion touw. Joden loter proot ik aan de lange leegte nog volk over die glorie ziet. Het jonkgoud gaat mij dan met open mond aan. Of ik verzinsels uit kroon en seniel ben. Dat erom ging in ons clubje de verkeerde keuzes aan de latten hong, zorgde ik alle heurns van mijn gedachten af naar Mister. Waarom zweeg hij nou erop aankwam? Dat is toch tegen zijn hele natuur in. Later kwam ik erachter dat Henk in zijknuis lag en hard strijden moest voor zijn eigen leven. Hij kwam er gelukkig door, maar ons clubje was niet meer te rennen. Het regende, het stormde en het ging aibels te keren op die woensdagavond in februari dat ik naar het stadion zou lopen. Ik heb mijn geelzware dazen bij mijn lange winterjazen instapt, maar wel zo dat de clubkleuren duidelijk opvallen onder mijn kinnen. Echt lange leegte weer, zei de man die met mij opluip om de herdenking van Mr. Veendam mee te mogen. Dit weer was nou altijd als Veendam toespelen moest. Altijd. Stilzwiegend gaf ik hem gelijk. Binnen was het warm en boeten brandende lampen. Het gleende licht scheen in het stadion. Of er zo aftrapt worden kon. Herinnens waren opgehold. Voordat ik voortging, langde ik schoonzoon Marcel de Haand en ik wenste hem sterkte met het onherroepelijk verlies. Nou gaf ik dochter Annelien een handvol woorden van troost. Zij glimlachte door hun troon heen, dat ze een aan mijn geelzware dazen vuilde. Dat is nog een echte, zei ze. Ik had tegen zeggen wild, net als die paard het was.
En boeten reende en sturmde het naar haal. Ik luip nog mijn auto zou. Boom alke bol van het noodweer uit, heurde ik Mr. Veendam, Henk Nienhuis brullen van: Noveun!